Ja, het is tijd om de diepste krochten van de hel te betreden. Maar niet zomaar. In een fantasy Dark Ages setting. En dat doe je natuurlijk in Doom. The Dark Ages. Ik vind het fucking geweldig. Helaas moet ik wel zeggen. Profit. Helaas was deze game al wel van op voorhand gelekt. Helaas, Vorige week kregen we eigenlijk al te horen dat er een Doom The Dark Ages aankwam. En ik begin nu wel toch een beetje te kijken van in hoeverre loopt Doom, de franchise, de serie, nu een beetje gelijk met The Evil Dead. Want? De eerste Evil Dead, heel serieus en, en echte horror. Tweede, iets meer, the fun one. Nou, dat was, hoe heet die tweede Doom nou ook alweer? Ah, maakt ook niet uit. En Doom 3, The Dark Ages. Ja, Evil Dead 3 ging ook naar The Dark Ages. Wat bedoel jij, Doom Eternal? Doom Eternal, ja. Wat ook echt een geweldige fucking game is. Ja. En nu krijgen we, kwam Doom Eternal uit op PlayStation 5? Volgens mij niet, want was die niet uit 2016? 2018? Nee, 2016 is die van is de reboot. Ah, oké. Okay. En die van 2018 dan denk ik inderdaad was Doom Eternal of 2019, wat het ook mag zijn. Tijd is gevlogen in die paar jaren ook. Zeker. Ik weet ook niet of de Doom Eternal op PlayStation 5 was gekomen. Want het grote nieuws was nu wel in ieder geval dat Microsoft heeft besloten deze game, en dat was ook een wens vanuit id Software, gaat ook gewoon op de PlayStation 5 komen. Dus wederom een Microsoft Game Studios, Xbox Game Studios game die gewoon overal op uitkomt. En ik denk dat dat een goed ding is. Het is natuurlijk wel jammer, want mensen hebben natuurlijk zo'n mooi plaatje gemaakt gisteren, alle Xbox van dit komt exclusief, dit komt exclusief. En deze toch niet exclusief. Maar ja, dat maakt er geen reet uit. Nee. Iedereen kan nu, tenminste alle mensen die een beetje normaal up-to-date zijn, en ook dus een PlayStation 5, Series X of PC of wat dan ook hebben, kunnen dus nu gaan genieten, 2025 moet wel gezegd worden, van meer fantasy actie binnen Doom. En ja, we hebben gisteren de trailer voorgeschoten gekregen tijdens de Xbox Showcase. Rip and tear! En dit was gewoon weer ouderwets rachen. Alleen, kijk dan wel hoe het nog iets ziet, meer in man. Mijn straatje. Want die fantasy denk ik echt gewoon hard. Het is een leuke spin op wat we normaal gesproken kennen van Doom. Met iets meer futuristisch. Kijk dat Space Station ook. En dat hij daar bam, naar beneden staat. Sowieso deze outfit is de fucking bom. Dit is de coolste fucking Doom outfit die ik ooit heb gezien. Deze heeft spikes op zijn schouders. Een beetje een soort van middeleeuws kroontje-achtig op zijn voorhoofd. Ja, Captain America shield. Een heerlijke soort van viking cape. Ja, met een, met de, die je daar al zag, dat schild, is een de saw shield. De shield saw. Ja. Een van de twee. Wat eigenlijk gewoon een shield saw. De shield saw. Shield saw. Gemotoriseerde zaag. Ik vond vooral dit wapen fucking vet. Die grind fucking skulls kapot. En dan schiet die botsplinters naar die fucking vijanden. Maar dat is natuurlijk ook wel wat zij herenmeester zijn. Hè? Het maken van vette wapens die vet geanimeerd worden. Met de sixte combos of sixte finishers vooral ook. Nou, hier nog een beetje Captain America-stijl. Ja, toen ik dit gisteren zag, dacht ik van oké, nu is het voor mij ook wel weer tijd. Hè, volgend jaar dan. Om weer eens een Doom te gaan spelen. Ja, nee, sowieso. Deze games, id Software heeft het fantastisch gedaan. Heeft me echt weer dat oldschool game gevoel gegeven. Ik bedoel, we hebben het er vaak over dat gamen vroeger beter was. De staat van gaming, laat ik het zo zeggen. Ja. En dit is gewoon weer, voor mijn gevoel, een terugkeer naar dat soort tijden. Geen fucking bullshit, gewoon vette verhalen. Ik bedoel, we zien hem hier op een fucking draak rijden. Ja, en vergeleken die kaiju fucking Power Rangers shit. Nou, precies. En vergeleken met Eternal, dus nog een stapje erbovenop. Ja. Want je zag ook wel even die soort van mech suit waarin ging zitten. De Atlan. Ja, zo'n gigantische demonische robot waar je gewoon even in kan springen. En inderdaad de Mecha Dragon waar je op kan rijden. Wat natuurlijk ook gewoon weer, wat jij zegt, meer kaiju-achtige battles gaat krijgen. Niks is te gek. Als ik iets heb geleerd sinds Final Fantasy 16 is dat ik hard ga op die shit. Want ik ben sindsdien ook... Als het goed wordt gedaan, goed wordt vormgegeven... Gewoon Power Rangers aan het kijken en zo, weet je. En dan past dit als volwassene, dat past daar gewoon heel goed bij. Ik moet wel zeggen, we zagen natuurlijk, ik denk één level... Zeg maar, ik neem aan dat niet alles zich daar gaat afspelen in dat kasteel wat we daar zagen in die ligt in die vallei. Ja. Maar de game lijkt wel iets
grootser en opener te zijn qua game design. Ik bedoel, de originele Doom was iets kleiner qua opzet. Doom Eternal ging al vaak wat groter. Bracht ook nog veel meer verticaliteit daaraan toe. Ja. Dit lijkt toch nog weer iets groter, open en wijdser te zijn. Ja, dat ik zou ben benieuwd hoe dat past bij de gameplay. Want bij Doom Eternal natuurlijk, je kwam elke keer in een soort van bepaalde arena. Mm-hmm. En daar moest je als het, ja, daar ging het los. De hel brak los, hè? En dan moest je als een gek overal doorheen springen en aan hangen en maar in het leven blijven. En het lijkt me dat het in een iets grotere omgeving wat makkelijker gaat zijn. Dat je misschien iets minder dat gevoel hebt dat je opgejaagd wordt. Dat hangt natuurlijk ook wel een beetje vanaf wat voor soort vijanden je tegenkomt. Want hoe groter het gebied, hoe meer ruimte er is ook voor een groot vijand. Zeker waar. We hebben er al een paar gezien. Gaan we dan ook, gaat dat ook betekenen dat we nog meer open game opzet krijgen in de zin van oké, dit is je missie, maar er zijn vertakkingen, mini sidequests binnen de missie. Was dat al in Eternal? Of was dat echt gewoon voor nou, er zijn wel secrets en dat soort dingen, maar nee, niet op die manier. En ja, ik zou ze niet willen beperken in wat ze doen. Want ik vind dat ze van Doom 2016 naar Doom Eternal een goede stap vooruit hebben gezet. Ik bedoel, ja. Doom. En trouwens, een van de verschillen die ik heb gemerkt, want een van die twee games allebei, die hadden die soundtrack van Mick Gordon. Ja. Die had heel, heel erg dat alternatieve geluid, wat juist geen metal was, geen gitaren en shit. En nu, toen ik deze trailer zat te kijken, volgens mij was dit full on metal, toch? Gewoon weer oldschool. Ja? Ja. Ja, ik old school in de Dark Ages de komt wel, goed op zijn plek. Ja, iets symfonisch, een beetje meer een angelic sound. Dat kan natuurlijk ook goed erbij passen. Maar ja, ik kan het nog een keer herhalen, maar ik vond het gewoon zo vet eruit zien. Met die vooral ook dat schild. En je hebt dus schijnbaar ook een flail. Dus die hebben we dan niet gezien volgens mij, maar die wordt wel genoemd in de blogpost waar ze het over hadden. We gaan nog zoveel dingen zien daarom, die we nog niet gezien hebben. Ik bedoel, wapendesign en sowieso de manier waarop het voelt. Ja. Daar zijn ze koning in mee, het software. Maar je zag alleen al de mogelijkheden die je hebt met dat schild. Hè. Je kan hem gooien, je kan een soort van kettingzaag ervan maken, je kan een soort met bashen terwijl die aanstaat. Je kan een super arrow landing noemen, man. Kijk, bam, dan krijg je hem al en rats. Dat is één optie. Nou, je kan hem waarschijnlijk... Oh, dat was die flail inderdaad. Ja, je zag hem even. Ik zag hem inderdaad. Maar ik zag hem niet meer terugkeren, die shield. Ja, hier wel. Hier vangt hij hem wel op. Maar kijk hoe groot dit is. Oh, dit was ook weer een andere gun trouwens. Een beetje nailgun-achtig. Ja. Want hij blijft gespiked aan die muur. Je ziet nog wel uiteraard dat er die finishing moves in zitten. Want je zag hem oranje-blauw opgloeien. Ja. Ja, hier zie je die mech suit. Oh, maar kijk, dat is dus een kaiju battle al. Hè? En dan hier zal je ongetwijfeld ook weer een grootste shit mee doen. Want dat eindshot is wel weer met die bereidbare draak. Dus... Maar je zag die draak. Je zag hem vliegen door die hele kingdom. Zal dat open wereld zijn? Ik vind het wel, het is gedurfd om het zo open te maken. Want dan krijg je dus dat je eigenlijk gaat zeggen, oké, je objective is, ik zeg maar wat, baas hier, baas daar, baas daar, baas daar. Kies jij maar welke volgorde je ja. Het zou kunnen. Ik weet, dat hebben ze op een gegeven moment met Uncharted ook gedaan. Maar ja, dan ben je meer een open wereld game aan het maken omdat je wil dat het een open wereld game is, dan dat het er goed bij past. Dus jij zegt bij deze laatste, dat laatste shot wat we zagen met die draak, jij kan niet als je wil daar landen en afstappen. Het is gewoon een aerial level. Op die manier. Dat niet per se. Ik zou misschien eerder denken dat het gewoon zo'n flight sequence is. Gedeelte van een level. Hey, vlieg van hier naar daar. En ondertussen word je aangevallen. Vergelijkbaar met Final Fantasy. Hoe dan ook. Wat het ook gaat worden. Ik hoop dat ze niet voor die open wereld shit gaan. Want dat zou niet per se heel goed passen erbij. Het zou niet heel veel toevoegen. Ik vind het niet op mijn plaats om het software te zeggen wat ze moeten doen. Ze hebben mij continu weten te verbazen. Door überhaupt die oude gameplay opnieuw leven in te blazen. De sequel nog veel vetter te maken. Mm-hmm. Above and beyond te gaan. En ik heb zoiets van let them cook. Let them cook. And let them make profit! Profit!
ik denk dat, dat wel goed gaat komen. En ja, toch weer eentje in de strategie van Microsoft. Lanceer hem gewoon lekker op Game Pass. Day one voor PC-gebruikers, Xbox-gebruikers die dat abonnement hebben. En laat die PlayStation-gebruikers maar gewoon de volle 80 euro lappen om in ieder geval Game Pass te subsidiëren voor de Xbox-gebruiker. Ik denk dat dat de insteek hierin is. En ik denk dat dat een goede insteek is gezien de gigantische productiebudgetten tegenwoordig. Coming 2025. Bro!